Jan, mag ik een analyse van deze wedstrijd? Ja, ik denk een eerste helft waar wij als Quicksande te gemakkelijk geschenken hebben gegeven aan Boekenberg. Waarbij ik mij de rust vrij boos heb gemaakt op de spelersgroep. Omdat we dingen deden die helemaal niet nodig waren, die ook niet waren afgesproken. En ik denk het bij de elfde dat we laten zien hebben, ik zeg niet dat we mee kunnen met Boekenberg, dat is helemaal de zaak niet. Maar dat we terug speelden zoals het bij Kwik hoort te spelen. En ja, dat we verder door kunnen naar de eerstvolgende wedstrijd. De andere coach had ook, hij heeft van Kwik korfbal gezien, wat hij van andere toploegen soms niet ziet. Ja, zoals ik net zei, ik heb aan de spelers gevraagd van, goed, we doen een aantal dingen, we doen vrij veel dingen foutief in de verdediging vooral. Hebben we dat afgesproken? Ja, dan moest iedereen natuurlijk negatief antwoorden. En dan heb ik ze er terug bij gehaald voor de tweede helft, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Je kan als spelersgroep naar beneden halen tijdens de rust, maar je moet die tweede helft wel samen aanvatten. En dan hebben we eventjes terug de afspraken doorgenomen voor de tweede helft. En zoals ik net zei, heb ik gevraagd van, zorg ervoor dat je na de wedstrijd, vooral na de wedstrijd, dat gevoel hebt dat je verder door kan met elkaar. Dat je volgende week er weer kunt staan met z'n allen. En ik denk dat ze daar heel positief op gereageerd hebben. Is het oké? De tweede helft, jullie bieden veel meer weerwerk. Boekenberg, zijn scorepercentage gaat duidelijk naar beneden. En jullie komen zelfs een beetje in de wedstrijd. Dat is zelfs een beetje beter dan Boekenberg op sommige momenten. Ja, in de wedstrijd, in het scoreverloop natuurlijk niet. Dat kon ook niet meer. Maar zoals ik zei, we hebben veel betere keuzes gaan maken in die tweede helft. Verdedigend. En dan is het aan Boekenberg natuurlijk om te bewijzen dat zij scherp kunnen blijven. Ze waren heel scherp de eerste helft. Ik heb aan Boekenberg gezien van bij de aanvang dat heel scherp was. Dat was de voorbije twee wedstrijden niet. Ik denk dat Hans daar ook wel heel hard aan gewerkt heeft deze week. We moeten verder door. En ik blijf herhalen van, moesten wij deze wedstrijd winnen? Nee, als Kwik zijnde uit de Promo League komende, moeten wij deze wedstrijd niet winnen. Maar je moet wel het gevoel hebben dat je verder door kan met deze groep. En dat hebben we goed neergezet in de tweede helft. Wat zijn de ambities nog van Kwik? De ambities blijven zoals we hebben ze uitgesproken bij het begin. En wij willen in die topleague blijven. Ik denk dat we laten zien hebben dat we als club daar ook in thuis horen. En dat we gewoon naar die top 6 spelen, ja, naar die zesde plek spelen, dat we rechtstreeks in de top kunnen blijven. En ik heb de groep uitgedaagd om top 5 te spelen.